kom. Ik maak een mooie buiging, zo diep tot aan mijn knie. Dat is om te vertellen dat ik je heel graag zie. Gelukkig nieuwjaar! Zelfs de kleinste inwoners van Hamond-Achel weten hoe het nieuwe jaar ingezet moet worden. Het gemeentebestuur nodigde alle inwoners uit om samen te vieren en onze reporter viert mee. Al voor de 10e keer onze nieuwjaarsreceptie en we doen die ook in de parochies hier op Achelstatie. En we zijn blij dat er zoveel volk komt om elkaar nieuwjaar te wensen. En ook even te luisteren wat de stad voor de plannen heeft voor het volgend jaar. En die plannen worden gesmaakt door alle aanwezigen. Wij vinden dit een heel leuk initiatief. Vooral ook het één jaar in Hamond, het andere jaar in Achel. Dat is een heel mooie geste van de stad Hamond-Achel. Het is wel eens leuk, dan kom ik zo van mensen tegen die je niet zo vaak ziet. Zoals mensen van school, van vroegere lagere school en zo. Al dat borrelen kan voor logistieke problemen zorgen. Ook daar heeft de stad aan gedacht. Ook de mensen van verder uit de gemeente kunnen met de bus gratis naar hier gebracht worden. Ook weer terug. Dus dat is super. Ze kunnen een rustige borreltje drinken. Ze hoeven geen schrik te hebben als ze met de auto rijden. Het is gewoon geweldig. Wederom dus een gezellig feest in het noorden van onze provincie. Met de nodige wensen. Heel simpel, een mooi jaar. En als je een mooi jaar hebt, is alles goed geweest. Oh, natuurlijk een heel fijn jaar en een goede gezondheid en zo. Een beetje de traditionele dingen. Want dat is het belangrijkste en daar begint alles mee. De rest komt al vanzelf. En heel veel liefde.